Hallo, ik ben Joffre. Welkom op mijn website. Ik ben een Vlaamse voice-overstem en misschien was jij wel net op zoek naar een Vlaamse voice-over voor jouw project. Mocht dat zo zijn, weet dan dat ik je graag verder help door een gratis proefopname te maken binnen de 24 uur. Als je daarin geïnteresseerd bent, aarzel dan niet om mij te contacteren via de chat of via mail of per telefoon. Blijf intussen tijd ook zeker verder naar deze video kijken of scroll er even door, want ik laat een aantal recente stemvoorbeelden horen en zo weet je zeker of mijn stem past bij jouw project of niet. Maak kennis met Pierre. Ja, bonjour. Pierre is trotse eigenaar van een beroemde patisseriezaak in de stad van de liefde, Parijs. Mensen komen van ver om zijn voortreffelijke gebakjes te proeven. Klanten komen niet enkel naar zijn charmante winkel voor een éclair of macaron. Hij verkoopt en verzendt ook zijn heerlijke producten naar zoete bekken over de hele wereld. Allemaal supporters. Allemaal mensen. Stort nu op 8x0 1111. Telenet gaat van start met de grote netwerf in Brussel. Onze missie? Het strafste netwerk van België. Helemaal klaarstomen voor morgen. Bestel je boodschappen makkelijk online via carrefour.eu. Carrefour. Voor al je online boodschappen. Naast uw vertrouwde VitaPlus Volkoren is er nu ook VitaPlus Havermout. Een plus voor een evenwichtig leven. Door liefde in een interieur te stoppen, creëer je een echt thuis. Boomba heeft een nieuwe supermakkelijke luier. Deze kleurrijke Boomba-luier gaat niet bij het vuil, maar gewoon in de was. Met de kaartlezer van SumUp kunt u alle bank- en kredietkaarten accepteren. Dit kan zo, zo en zelfs zo. Geen vast contract, geen maandelijkse kosten. Bij Cartoon Network stappen we mee in het epische spel Jumanji. En het wordt een wilde rit. Dit spel draait niet om winnen, maar om ontsnappen. Bij een horde neushoorns moet je rennen. En bij een staarwedstrijd mag je niet knipperen met je ogen. Ben je in gevaar? Wees dan sterk. Of blijf rennen. Jumanji, welcome to the jungle. Nu in de bioscoop. Dit is een robot. Robots kunnen veel, maar lang niet alles. Je hebt robots die boren en robots die zagen. Maar een robot die je wonden verzorgt, dat kan nooit goed aflopen. Had u ooit al eens het geluid van uw spaargeld aan het werk gehoord? Met Distingo Plus brengt uw spaargeld echt op. En bovendien steunt het de reële economie. Het in kaart brengen van deze prehistorische landschappen geeft ons een beter inzicht waar dieren ooit geleefd hebben. Met andere woorden, het verleden biedt ons een blik op de toekomst. Welkom in Henegouwen bij het Hôpital Notre-Dame à la Rose. Dit is het prachtige historische erfgoed van Lessines en een van de laatste gasthuisgebouwen dat op zelfstandige basis werkte. Het track-and-trace systeem heeft een real-time zicht op de wachttijden, de positie en het rijgedrag van uw bestuurders. Daarom denkt u aan internetmarketing. Uw website opfrissen is een goed begin, maar een mooi design maakt uw online marketing nog niet doeltreffend. Je wil een mooi geschilderd raam. Hoe pak je dat aan? Nadat je zoveel mogelijk hebt afgedekt, plak je de onderdelen die je niet wil schilderen af. Maak het raam vervolgens voor het schuren grondig schoon met warm water en ontvetter, zodat de verf goed hecht. Als er iets gebeurt in jouw buurt, wil je graag persoonlijk op de hoogte worden gesteld. Schrijf je vandaag in op www.b-alert.be. Zo wordt ook jij verwittigd in een noodsituatie. Het traditionele uitzicht van onze Vlaamse dorpen verandert door verstedelijking en schaalvergroting. Misschien is er geen apotheek meer of wordt de kerk gesloten. En is het dorpsplein een parking geworden in plaats van speelplein. Hoog tijd om over de toekomst van je dorp na te denken. Een goede relatie met klanten is net zo belangrijk als de liefde voor kookpotten. En daarom bestaat RestoJack. 2 maanden geleden heeft een wintermot dit kleine eitje gelegd op een eik. De rups die erin zit, is nu klaar om uit het eitje te kruipen. Ze vreet zich bijna de hele nacht een weg naar buiten. Over een paar weken zal het krioelen van de knabbelende rupsen. Elk dier dat van hen afhankelijk is, zal op tijd klaar moeten zijn.